En we gaan verder met deel 2 van het programma. En daarvoor is aangeschoven Bertil Wouda van Alpendreams. Welkom. Dankjewel. Ja, op de beurs in Maastricht, de Second Home Beurs, mochten we al kennis maken met jullie. Hè? En toen voerden Valentijn en Robert Hubers het woord. Ja. Jij werkt ook voor Alpendreams. Je was daar wel ook, geloof ja. ik. Hè? Ja. Voor de hand liggende vraag is natuurlijk, waarom zouden we nou vastgoed in Oostenrijk willen verwerven? Het heeft natuurlijk een hele mooie natuur, hè? Dat weten we. Wat is er nog meer mooi aan Oostenrijk? Nou ja, we kennen natuurlijk allemaal Oostenrijk van het skiën, van de wintersport. Maar in de zomer is Oostenrijk natuurlijk ook een fantastisch land om te bezoeken. En je ziet het ook in het aantal overnachtingen. Hè, sowieso in Oostenrijk het aantal overnachtingen stijgt in de winter. Maar met name in de zomer maakt het een ontzettend positieve ontwikkeling door. Hè, ja. Dus niet alleen het hiken, maar er worden golfbanen aangelegd, fietsroutes, noem maar op. Dus men investeert enorm in Oostenrijk. Het klimaat, dat speelt ook mee, dat horen we ook veel van in de zomer. Het is daar gewoon aangenaam om te zijn. En hoe kunnen we nou kijken naar het vastgoed investeringsklimaat in Oostenrijk? Veel vraag naar tweede huizen, merken wij. En het aanbod is schaars. Dus de bebouwbare ruimte in Oostenrijk is ontzettend schaars. Ja. Vooral in het westen van Oostenrijk. Want ze willen het niet helemaal vol bouwen natuurlijk. Want dat is hartstikke zonde van al die prachtige bergen daar en al die natuur. Nou, absoluut, absoluut. Ja. Veel van Oostenrijk is bestemd als groenland. En dat willen ze ook zo laten. Dus ondenkbaar dat omgewidmet wordt. En dan heb je ook nog zones waar je gewoon het technisch oogpunt niet kan bouwen. Hè? Gevarenzones. Dus de ruimte is beperkt. En dat maakt ook dat de ontwikkeling van toeristische projecten gevoelig ligt. Politiek, maatschappelijk enerzijds. Ja, men leeft in Oostenrijk van het toerisme. Anderzijds, prijzen stijgen. En ook de lokale bevolking kan zich op een gegeven moment geen huis meer lijsten. Dus men is heel terughoudend met het verstrekken van nieuwe vergunningen voor nieuwe ontwikkelingen. Ja. Maar jullie zitten er al heel lang, dus je weet wel een beetje waar Abraham de mosterd haalt, denk ik, hè? Ja, maar het verschuift. Wij zaten dus, we hebben heel veel gedaan in het Salzburgerland en in Tirol en ook in Vorarlberg. Maar het wordt een Steiermark, heb ik gehoord van klopt. Valentijn. Het is een opkomende regio, minder bekend onder de Nederlanders, maar ook waanzinnig mooi. En daar koop je bij wijze van spreken een vrijstaand chalet direct aan de piste. Voor eenzelfde prijs waarvoor je in Tirol een één slaapkamer appartement kunt kopen. Ja. En als je dan kijkt naar een stukje waardeontwikkeling, dan zien wij daar in de Steiermark heel veel potentieel. Ja. Hoe is het eigenlijk met de bouwkwaliteit in Oostenrijk? De bouwkwaliteit in Oostenrijk is ligt ontzettend hoog, onvergelijkbaar met Nederland. Het behoort tot de hoogste bouwkwaliteit ter wereld. En ook qua energetische efficiëntie zijn ze daar ook alweer een paar stappen verder dan wij hier in Nederland. Het zijn niet alleen maar houten chalets die er gebouwd worden? Nee, ook traditioneel steens opgaand werk, betonnen tussenvloeren. Dus niet alleen chalets, nee, absoluut niet. Driedubbel glas, warmtepompinstallaties, dus echt, Nou, jullie zijn overduidelijk de specialist natuurlijk als het gaat om een tweede woning in Oostenrijk. Ja. Zijn jullie nou eigenlijk een soort makelaar? Of wat is precies de functie van Alpendreams? Ja, we zijn in Oostenrijk geregistreerd als makelaar, hè? Mm-hmm. Als makelaar en treuhänder. Maar wij willen ons niet echt makelaar noemen, wij noemen ons echt aankoopbegeleider. We begeleiden dus Nederlanders, maar ook Belgen. Bij de zoektocht, aankoop, eventuele beheer, verhuur van een tweede huis in Oostenrijk. Dus echt helemaal van A tot Z. Dus ook wat is de meest optimale aankoopconstructie vanuit fiscaal en juridisch perspectief. Maar ook bijvoorbeeld het aanvragen en afsluiten van een financiering in Oostenrijk. Fiscale afwikkeling daar. Praktische zaken als verzekering afsluiten, internetsignaal, zulke soort zaken. Klant wordt echt van A tot Z gefaciliteerd door ons. Nou, en dan zeg ik tegen u thuis, wilt u meer weten over vastgoedverwerven in Oostenrijk? Ja, dan zit daar uw man. En dat is dus Bertil Wouda van Alpendreams. En bij hem kunt u terecht. En bij zijn collega's natuurlijk. Hartelijk dank. Dat staat onder in beeld.